Nora Rose, wat een prachtig mooi nummer. Waar ging dat over? Dankjewel, dankjewel. Ik heb dat geschreven in een periode waar het niet zo lekker liep tussen mij en een vriendin van mij. En ja, daar is dat eigenlijk ontstaan. Dus ja, dus een heartfelt nummer is het. Ja, ja, wat goed. Nou, dat zat er echt helemaal in. Ja. En je bent niet alleen, want je hebt nogal wat mensen bij je. Wie ja, zijn dat? Ja, zeker. Ik heb mijn zusjes bij me. Mijn oudste zusje die doet ook het management en zo. En die zingt dan ook de vocals. En mijn jongste zusje ook.
En mijn zwager, die maakt de muziek en die speelt de piano erbij. En mijn vader voor de gitaar. Dus de hele familie is bij elkaar. Ja, dus echt een super muzikale familie. Ja, ja. Maar je doet een dansopleiding. Ja, ik ben nu net afgestudeerd aan de Utrechtse Dansacademie. Dus diploma voor docent dans en uitvoerend danser. En dan volgend jaar Herman Brood. Dus wow. Dan ga ik lekker verder met zingen. Ja. Dat is hartstikke goed. Wat gaan we de komende tijd allemaal van je zien? We zijn bezig met een nieuw album. Dat zal rond oktober zal dat uitkomen. Dus wordt ook heel erg gaaf. Dus het, ja, vooral dat gaan we lekker mee aan de slag nu de komende tijd. Wat hartstikke goed. En ja. Als mensen jou willen vinden, waar kunnen ze jou dan vinden? Instagram, Nora Rose. Dus dat zal wel te vinden moeten zijn. Hartstikke goed. Yes. Nora Rose, kabam! Kabam!